Wout van Aert, tweede vandaag in Gieten. Niet gewonnen opnieuw. Hoe frustrerend is dat voor jou onderhand? Ja, dat is natuurlijk frustrerend, omdat ik wel liever koersen win. Maar ik heb het altijd makkelijker als ik het sportief moet afleggen zoals vandaag. En zoals de voorgaande periode ook wel wat meer was. Gisteren is dat moeilijker om te accepteren als je pech hebt of zo. En je voelt dat die overwinning er wel in zit. Dus ik hoop gewoon snel wel te kunnen winnen. En niet altijd deze uitleg te moeten geven. Hoe kijk je dan terug op de cross van vandaag? Ja, kijk je wel met een tevreden gevoel terug? Op zich wel. Ik voelde me wel sterk vandaag. En zeker na gisteren zware cross in het warme weer. Als ik goed hersteld, beter als vorige week. En ik probeer het altijd positief mee te nemen om stappen te zetten. En dat was zeker positief. Ik sta er ook samen met Mathieu dan bovenaan ten opzichte van de rest. Mathieu ook nog een stukje boven mij natuurlijk. Maar we waren toch ver afgescheiden en dat was mooi. De laatste paar weken zijn natuurlijk niet de makkelijkste voor jou geweest. In hoeverre houdt het jou dat tegen om je topvorm te halen? Of is dat niet aan orde? Ja, ongetwijfeld heeft dat ermee te maken, denk ik. En ik voel me op zich wel goed. En ik voel me denk ik wel sterker dan vorig jaar. Toen ik echt een heel moeilijk seizoensbegin. Dus algemene condities in die zin wel beter. Alleen botsen we nu ook weer direct op een heel sterke Mathieu van der Poel. En de weken dat ik het mentaal vooral moeilijk had, kon ik die overwinning niet pakken. En daar heb ik wel overwinningen laten liggen die ik wel had moeten nemen. Dus dat is jammer, maar gedane zaken nemen geen keer. En ik kan alleen maar heel hard werken. Ik heb in het verleden Mathieu al geklopt. Hij is sterker en sterker naar mijn gevoel, maar ik weiger daar aan toe te geven, dus ik kan zelf nog beter. Ga je ook nog dingen anders aanpakken? Zijn de trainingen bijvoorbeeld, heb je nu het gevoel, oké, misschien is het toch niet goed genoeg wat ik doe? Hoe ga je daarmee om? Ja, ik heb sinds deze week wel rust teruggevonden en me echt kunnen focussen op training en rust. Op één week kan je dan niet alles om te over, dus als ik dan enkele weken een stuk kan doen, kan het niet anders dan verbeteren. En dan plan ik ook na volgend weekend naar Bern nog een weekje Mallorca om echt de batterijen ook terug op te laden en een beetje ver weg van alles kilometers te doen. Dus dat loont altijd wel en rustig blijven verder werken en geduld bewaren, dat is meestal sleutel tot succes.